Nu we steeds meer gebruik gaan maken van onderwijstechnologie in het hoger onderwijs, wordt ook steeds vaker de vraag gesteld of we het online onderwijs net zo goed kunnen maken als het offline onderwijs. Maar waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben, is hoe we slim gebruik maken van de meerwaarde van technologie voor ons onderwijs en leerproces. Onderzoek laat namelijk zien dat als we een vergelijking maken tussen offline en online onderwijs, dit de onderwijsvernieuwing niet stimuleert en ook niet leidt tot beter online onderwijs. Ik ben Fleur Prinsen en ik ben in 2007 gepromoveerd op een onderzoek naar online sociaal leren. Momenteel werk ik bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam als lector digitale didactiek. Met mijn bijna 20 jaar kennis uit onderzoek op dit gebied zie ik dat momenteel het potentieel van online en blended onderwijs niet herkend wordt. Voortbouwend op de lessen en ervaringen die we momenteel in de praktijk opgedaan hebben, wil ik een oproep doen om meer aandacht te gaan besteden aan het werken aan onderwijsvernieuwing op een evidence-informed manier. We kunnen meer leren van evidence-informed voorbeelden, waarin aangetoond wordt dat onderwijstechnologie meerwaarde heeft en dat het leerproces door het inzetten van digitale leermiddelen getransformeerd kan worden. Onze praktijkkennis is momenteel nog onvoldoende ontwikkeld om de aannames die we doen bij het inzetten van onderwijstechnologie niet ook zelf te onderzoeken. Door op een onderzoekende en ontwerpende manier aan de slag te gaan, kunnen we de onbedoelde en onvoorziene effecten tegengaan en kunnen we beter gebruik maken van het potentieel van digitale didactiek. We moeten allemaal veel leren op dit gebied. En hoewel de principes van offline didactiek in de online omgeving ook gelden, vergt het geven van onderwijs met nieuwe middelen, nieuwe competenties en roept het ook nieuwe aandachtspunten op. In mijn essay voor het kennisknooppunt van het NRO benoem ik deze aandachtspunten in categorieën die u nu op beeld ziet. Er zijn aanwijzingen vanuit onderzoek waar we rekening mee kunnen houden, maar evidence-informed werken gaat verder dan dat. Denk je mee over hoe we online instructies zo effectief mogelijk kunnen maken, digitale leermiddelen goed kunnen inzetten en hoe we voor onze studenten het online leerproces zo goed mogelijk kunnen ondersteunen met technologie? Door als docent goed samen te werken met de technologie, bepaalde taken aan de software toe te vertrouwen en het met je studenten te hebben over wat voor hun een positief en inclusief online leerklimaat inhoudt, kunnen we samenwerken aan blended onderwijs dat zorgt voor een goede sociale en academische integratie van onze studenten.